Erik Hulsbos. Erik, goedemiddag. Ja, goedemiddag. En welkom. Ja, ik was hier naar Noorderwest. Nee, dat werd ook tijd. Daarom... Ik dacht, ga ik nu naar de kleurenschool en of zo. Maar hij zit achter de kleurenschool in een hakkie en daar zit hij. Ja, daar zitten wij lekker verstopt. Ja. Ja, dat heeft wel zijn voordelen hoor, dat je af en toe een beetje verstopt zit. Ja, absoluut. Ik verstop me ook wel eens. Ja, toch? Ja. Voor wie? Ah, soms. Als ik liever niet te veel mensen wil zien en verstop ik me, ga ik neus. Dan vinden ze me niet. Dan vinden ze niet. Jij komt uit de buurt van Hardenberg, vertelde ja, je net? Ja, gemeente Hardenberg. Lozen is het eigenlijk. Maar zo'n buitengebied, net buiten Hardenberg. Aan de Duitse grens. Ja, aan de Duitse grens. Ja. Ik zeg het al, in het voorgesprek al. Je bent geen boer, wat iedereen wel, of een heleboel mensen wel denken. Ja, nou, dat vroeg je me. Ja, nee, ja, dat denk ik wel. Ja, ik weet ook niet. Ik denk dat komt. Misschien een plat brood en dat ik aan schaatsen doe. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die... Maar ja, ik wou net zeggen, iedereen die plat praat en aan schaatsen doet, als die allemaal boer is. Nou, Eer van Bendem en allemaal weer. Ja. Er zijn best wel veel boeren in schaatsen. Ja. Maar dat weet ik ook niet als er komt. Ik heb wel kippen. Ja. Ik had 6 kippen in de haan en er zijn er 4 van op het. Ja. Afgelopen winter. Ik heb nu nog 1 kippen hierna, dus ik moet nog wat nieuwe kippen hebben. Ja. Dus als er nog iemand lustert die nou een paar mooie kipjes van me heeft... Nou, vast en zeker wel. 0900, 3x7, 3x9-0. We zijn op zoek naar een paar kippies. Hey, maar zonder gekheid, want ik vind het wel... Dat is geen gekheid, ik moet echt nieuwe kippen hebben. Nou, 0900, 3x7, 3x9-0. Wie heeft er een paar kippen? Ik weet wel dat Lammert Grosmit, ken je Lammert Grosmit? Nee, heeft die kip? Oh, heb niet meer hoor. Van Man bij het Hond. Ja. En die woont in Nieuwbuinen, dat is hier vlakbij. Ja. En die wordt zijn huis uitgezet. Ja, lekker. Omdat hij de huur niet betaalt. Ja, daar dus heb ik geen last van. Nee, maar dan heeft hij wel een probleem. Want hij gaat namelijk naar een camping. Laat maar zo zeggen. En dan kan hij zijn duiven niet meenemen. Ja, maar Doem vliegt nu weg. Ik heb gewoon een hek en dan Doem vliegt er overheen. Kip hem niet. Nee, je ook niks aan. Je ook niks aan. Ik vind het fantastisch, want iedereen kent jou zoals jij nu ook praat. Kun jij beschaafd Nederlands praten? Nee, wel zing, maar niet praten. Is dat echt zo? Nee, dat is echt zo. Ik heb het wel eens geprobeerd. Echt heel Nederlands, maar dan voel ik me helemaal niet goed begon te zweten. En dan denk ik van, dit ben ik niet. En dat doe ik dan ook niet. Nee. Maar je zingt wel heel netjes beschaafd, ABN. Ja, maar op een of andere manier wil dat... Ik zal ook wel plat kunnen zingen, dat geloof ik ook wel. Maar dan moet je echt een nummer schreeuwen, ook in het plat. Maar ja, ik heb nu dan weer een nieuw nummer. Daarom ben ik natuurlijk ook. Ja, tuurlijk. Kijk, en dat is gewoon echt te schreeuwen in het Nederlands. En dat wil ook wel. Maar daar kan ik toch een knop om bedraaien. Ik weet ook niet waar dat is. Vreemd is dat, hè? Ja, heel vreemd. Hey, en dan in één keer, dan ga je zingen. Ja, nou ja, kijk, dat zingen, dat is natuurlijk een beetje bijzondere gaan. En kijk, na de Elsteentocht ben ik, heeft iemand in Friesland even een plaatje bedacht voor mij. En echt zo'n carnavals, hoempapa, hulzebos, weet je wat, echt. Ja. Ach ja, doe maar. Ik had nog nooit zin. Dus ik ging dat doen en toen ging ik wat liedjes meer bijzingen. En dat vond ik op zich eigenlijk wel mooi. En in 2007, toen zong ik eigenlijk bijna niet meer. Maar toen deed ik mee met Popstars. Dat was de allereerste keer dat Popstars op televisie kwam. Dat was de allereerste keer dat zo'n programma... Mm-hmm. Van Noé X-Factor, die heb nu veranderd. Ja, je had hem met ogen gegooid dan. Maar toen wij Popstars en dat was iets nieuws. En toen belde ze me op en zei... Erik, je hebt toch ook wel zong? Wie moet elke sportman in de show hebben? Kun je dat niet doen? En ik zei, nou ja, god, het is goed. Ja. Toen, je moet ook bij die in beeld komen. Je moet dat natuurlijk ja, wel. Voor de sponsors is dat ook goed. En toen deed ik met. En daar won ik. Ja, dan is het hek van de dame, ja. Ja. Kijk, en dan heb je ook allerlei weer hoogtepunten, maar ook weer allerlei dieptepunten. Maar ja, ik denk van, nou, ik moet naar een artiestenbureau. Ja. En ik zoek een groot artiestenbureau op, min in Hilversum. Mm-hmm. De entertainmentgroep van Marco Bezzaro. Ja. Failliet, dan ben je weer gelijk een dieptepunt. Wij willen natuurlijk ook jou horen zingen, want je gaat vandaag behalve je nieuwe single ook nog een tweetal andere nummers voor zingen. Ja, één eng nummer, maar toen ik erin reed, want toen had ik een telefoon die van de plugger, want hij zingt, dan hij komt plugger, iemand die zegt van hier, komt dan hier ook naartoe. Ja. En een soort vertegenwoordiger van de muziektaal, van mijn muziek. En dus ik van, ik zeg maar... Ja, maar je moet ook live zingen. Ik zei, ja, maar ik heb maar 1 plaat. Ik heb toen, in 2007, heb ik Extase uitgebracht. Mm-hmm. Een hele rustige ballad. Zeg, pas daar door. Waar? Ja, door kan alles. Kan alles hoor. En ik zeg, en eigenlijk moet er nog één zingen. En ik ben een behoorlijk fan van Guus Meeuwis. Ik zeg, maar ik ga er geen plaat zingen van iemand anders. En toen kwam ik hier, dus sinds van, hier kan alles. Ik denk, nou, dat doe ik daar ook. Jouw tijd gaat nu in. Heb je dat spel eerst zonder gekheid wel eens eerder gespeeld? Soms. Wanneer dan? Vorige week woensdag op een uur of 10:30. Half elf? Met mijn vrouw en mijn oudste dochter. Ja. Die was toen nog wakker. Om 10:30 nog? Om 10:30 nog, ja. Hij zit, ja, je mag het zeggen, het zijn 3 letters.
Het is zo lastig, hè? Ja, maar hij zat wel goed na te denken, Ellen. Ik zag hem echt nadenken. Mijn vorige week met mijn dochter. Ja, ik denk dat komt een verhaal. We zitten hier vanavond om 6:30 nog, maar dat valt mee. Nee. Ja, dat had op zich wel kunnen, maar dat vond ik er niet zo in. Ik zou zeggen, Ellen gooit in de groep. Hoeveel seconden heeft hij? Hij weet niet de dagprijs van vandaag. Oh, nee toch, hè? Wat is dat dan? 20 seconden. 20 seconden? Dat jongen, wel. Jongen. Ja, wat was de dagprijs dan? Een aampje uit, maar Ellen. Oh, is het zo? Okay. Ja. 20 seconden voor Erik Hulsenbos. Appie Scheer, die net in de studio was, die heeft 30 seconden. En Danny Christian, die had vanmiddag 45. Dus de Duitsers hebben het won van ons. Ach ja, maar hij dat nu hem zegt aan voor het hier. Ik ben zin maar niet aan de wedstrijd was. Het moet wel eerlijk gaan, hè? Ja, het moet wel eerlijk gaan. Nou, 30 seconden, 20 seconden. Kom wel een keer weer en dan... Ja, dan moet je een beetje oefenen en dat soort dingen. We gaan luisteren naar het tweede nummer van Erik Hulsenbos. Het is een nummer van Guus Meeuwis. Ja, van Guus Meeuwis. Ja, dat vind ik mooie muziek. Nou, we gaan er naar luisteren. Welke? Een goede zanger. Tranen en gelachen. Komt-ie. Regen verpest een middag in maart. De minste, dat had ze gedacht. Maar ik heb in mijn hoofd nog wat zonlicht bewaard. Dus ik ben de laatste die lacht. En met zonder jas stap ik naar buiten. Begin ik mijn tocht vol goede moed. Ik moet me inhouden niet te gaan fluiten. Soms loop ik de zon tegemoet. Vandaag zie ik mijn vrienden van vroeger gewoon om te zien of er ergens iets zit van die jongens in ons die nergens om vroegen, die niet wilden weten wat zwart was of wit. Ik heb tranen gelachen, onnozel gedaan en tenslotte tevreden het licht uitgedaan. Wordt begroet met een klap op mijn schouder. Hoe is het met jou? Eerste grap, eerste glas. Hier in dit licht zijn we nauwelijks ouder. Even een stilte, dan lachen we pas. Eén voor één en druppelt het binnen. De mannen van toen veranderen nooit. Maar toch is er nog zoveel nieuws te verzinnen. De mannen van toen veranderen nooit. Ik heb tranen gelachen, onnozel gedaan en tenslotte tevreden het licht uitgedaan. De sterren voorspellen een ochtend in maart. En fluister, de lente begint. En ik kan hier op dit uur geen taxi meer krijgen. Maar het maakt me niet uit, want de lente begint. Klopt het nog, hè? De lente is net begonnen. Ja. Ik heb tranen gelachen, onnozel gedaan en tenslotte tevreden het licht uitgedaan. Ik heb tranen gelachen, onnozel gedaan en tenslotte tevreden het licht uitgedaan.